Waarom zit mijn haar nooit goed? Hey, Susu! Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een super leuke video, want ik heb weer een winactie voor jullie. Het is alweer een paar maanden geleden, dus ik dacht ik heb alweer genoeg make-up die ik kan weggeven. Het is echt heel veel. Ik heb nou volgens mij 2 of 3 winacties gehouden. Volgens mij 2, maar misschien 3. Ik weet niet zeker. En dit is echt de grootste tot nu toe. Ik heb echt heel veel make-up die ik ga laten zien vandaag. Ik vraag jullie echt om de hele video te bekijken en echt alles te doen wat je moet doen om te kunnen winnen. Want elke keer weer zijn er mensen die niet alle stappen hebben gedaan om te kunnen winnen. En dan kun je helaas gewoon niet winnen. Je kunt alle make-up al in mijn thumbnail zien. Dus als jij iets hebt van ik hoef niet per se alles ook nog in de video te zien, spoel dan gewoon vooral door naar het einde. Want daarin ga ik vertellen wat je allemaal moet doen om te winnen. Ook zet ik alles in de beschrijving. Zo kun je gewoon duidelijk alle stappen zien die je moet doen om te kunnen winnen. En dit zijn echt niet veel stappen. Ik hou het altijd heel makkelijk. Deze winactie loopt 1 week. Dus het is vandaag zondag. Of volgende week zondag ga ik dan een winnaar uitkiezen. Ga me alsjeblieft niet op die zondag hele dag berichten sturen met wanneer maak je het bekend. Ik maak het bekend onder deze video. Dus zolang er niks staat heb ik nog niks bekendgemaakt. Nou, ben je benieuwd naar alle make-up van deze winactie? Dan blijf gewoon vooral even kijken. Nou mensen, ik ga er wel een beetje snel doorheen. Want het is echt heel veel. Dus ik wil niet dat deze video te lang duurt. Het eerste wat je kunt winnen is deze Christian Fay oogpotlood. Deze is bruin. Je kunt hieronder de kleur zien. Ik heb hier ook een W7 wimperpakket met 4 wimpers, een oogpotlood en een wimperkruller. Super handig. Dus hiermee ga ik ook iemand blij maken. Oh ja, by the way, er wint 1 iemand heel dit pakket. Ik heb hier van Revolution een highlighter palet met echt super veel highlighters. Ze lijken op die van Ofra. Super mooi. Van Revolution I Heart Makeup heb ik hier de Mint Chocolate palet. En hier staan alle kleuren in het paletje. Het is echt een super mooi paletje deze. Ik heb hier ook een roze nagellak van Naisink London. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb hier van Sugar Cosmetics gewoon een doodnormale puntenslijper. Ook altijd handig om te hebben thuis. Ik heb van Boozy Shop deze kwast. Dit is een platte synthetische kwast. Handig voor de oogschaduwen op je ooglid. Ik heb hier van, dit is volgens mij ook, is het Revolution? Oh nee, dit is van Violent Lips. Heb ik van die lipstickers in de kleuren die je dus hierop ziet staan. Dit zijn van die plakkertjes die je op je lip plakt en eraf haalt. En dan zit die kleur op je lippen, ook heel leuk. Ik heb hier van Christian Fay weer ook een contour face palet. Hierachter staan alle kleuren. Mocht je Christian Fay niet kennen, deze is te koop bij Easy Paris, dit merk. En het is niet het goedkoopste merk. Het kost je wel wat, maar ik vind de contour paletjes echt super mooi. Van Revolution weer een cream contour paletje. Deze zijn dus allemaal cream. Ik heb hier nog een groene nagellak van het merk Misauda Milano. Ik weet weer niet of ik het goed uitspreek. Ik heb hier van I Heart Revolution de Mermaid Hard highlighter. Die ziet er dus zo uit. Hele aparte kleuren, maar wel heel mooi. Misschien ook handig als oogschaduw. Dan heb ik van Sugar Cosmetics een lippotlood. Maar zo'n grote lippotlood. Dus je kunt gewoon je hele lippen ermee inkleuren. En hij is mat. Van Tease Cosmetics heb ik hier ook een lipkleur. Dat is dus deze. En die moet je met een kwastje aanbrengen op je lippen. En dan heb je een hele mooie kleur op je lippen. Ik heb hier van W7 een matte setting powder. Deze is gewoon handig voor op je gezicht. Ik heb hier van, ik weet niet eens welke, oh, LA Splash. Heb ik een liquid eyeshadow. Super mooi. Deze is zo goud champagne glitterig. Echt prachtig als je deze op je hele ooglid doet. En van Revolution heb ik dan hier nog een losse paarse oogschaduw. Deze heet Purple Heaven. Ook handig om te hebben. Dan heb ik ook nog heel erg veel van de Action. Ik geef heel veel Action make-up weg. Het is echt heel veel. Ik heb van de Action, dus van het Maxamore merk die te koop is bij de Action, heb ik een oogschaduwpalet, liquid highlighter, wenkbrauwgel, metallic lipstick. Ik heb een face primer. Ik heb een wenkbrauwgel. Het is echt heel veel. Wat heb ik nog meer? Nog een face primer in blauw. Ik heb een oogschaduw primer. Ik heb van Action echt super veel. Ik ga ze even allemaal overslaan. Want het is gewoon bijna alles van de Maxamore collectie. Het is echt heel veel. Ik heb dit allemaal dubbel. Omdat ik ook video's maak voor Maxamore Instagram en zo. Dus ze hadden mij alles al gestuurd. En toen ik dus ook nog met hen ging samenwerken, hebben ze me alles weer gestuurd. Dus ik heb alles dubbel. En ik dacht,
Dit is allemaal voor jullie. Dan heb ik hier van Dr. Botanicals. Dit is een Moroccan Rose Superfood Facial Oil. Dit is dus voor je gezicht. Het is een olie. Ik heb al heel veel van dit soort serums, olieën, hoe je het ook wilt noemen. Dus deze geef ik ook weg. Ik heb hier van Revolution een lip set met 3 lipsticks. Het zijn allemaal donkere kleuren. Deze is heel donker paars, bordeaux paars en zwart. Ik heb hier van Ofra in samenwerking met Nikki Tutorials 1 van haar 2 highlighters. En dit is in de kleur Space Baby. Je ziet de kleur ook hier. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien op beeld. Ja, nou wel iets meer. Het is een hele lichtige witte holographic kleur. Dan heb ik van Benefit de mini versie van de Professional. Hele fijne primer. Ik heb hier van Technique Cosmetics deze contour stick. Of het is officieel een foundation, maar hij is gewoon heel donker. Dus je kunt er ook mee contouren mocht het te donker zijn voor jou. Van Max & More heb ik gewoon nog een lipstick. Ik heb hier nog een blush van Freedom. Dit is de kleur Rare, hele mooie blushkleur. Ik heb hier van Benefit de High Brow Pencil. Als het niet jouw kleur is, kun je het ook aan iemand anders geven. Maar deze is ook voor een van jullie. Ik heb hier van Boutique Shop nog een kwast. Dit is een iets grotere kwast. Dit is volgens mij voor... Oh nee, niet blush. Ik wilde zeggen voor blush. Maar het is een contour brush. Mensen, ik ga een beetje snel, maar ik heb gewoon echt heel veel. Ik heb hier van de Ethos 2 mascara's. Ik vind heel deze mascara lijn van hun super super fijn. En ik had er een aantal. Dus ik dacht, ik geef er 2 aan jullie. Dan heb ik hier van W7 de Flawless Face Loose Color Correction Poeder. Dit zijn dus allemaal van die kleurcorrectie kleurtjes. Maar dan als een poeder. Heel erg handig ook. Ik gebruik deze niet omdat mijn huid al best wel egaal is qua kleur. Dus ik heb dit niet nodig. Dan heb ik hier nep wimpers van de AliExpress. Ik heb die gewoon gehad en ik dacht ja. Ik heb hier van I Heart Makeup een Chocolate Liquid Matte Lipstick. In ook echt deze donkerbruine kleur. Oh, ik heb hier nog zo'n lipsticker. Dan heb ik hier nog een primer van de Action. Nog een liquid highlighter van de Action. Ik heb nagellakjes van de Action. Nog meer nagellakjes. Het is allemaal van Max & More. Oh, er belt iemand aan. Ik heb hier nog een brow gel van de Action. Hier nog een liquid highlighter van de Action. Nog een metallic lipstick van de Action. Ik zeg steeds Action, maar het is Max & More gewoon. Heb ik nog een oogschaduwpalet. Ook weer van Max & More van de Action. Ik heb hier wat applicators ook van hun. Ik heb hier nog een oogschaduwpalet. Ik heb nog een metallic lipstick. Ik heb nog een nagellak. Maar dit is een gel topcoat voor op je nagellak. Ik heb hier nog een doorzichtige brow gel. Ja mensen, het is echt heel veel. Ik heb hier nog 3 nagellakjes, ook van dat merk Max & More. En dan heb ik hier iets anders van You & Oil. Heb ik hier nog een face serum, zoals ik al net zei. Ik heb hier al gewoon echt heel veel. Dus vandaar dat ik deze ook wegdoe. Het ziet er heel cute uit. Ik heb deze nog nooit gebruikt, dus ik weet er verder ook niks van. Maar ja, je kunt hem gewoon proberen mocht je winnen. Ik heb hier van Revolution in samenwerking met Katie Price heb ik haar Baked Bronzer, deze kleur. Deze is niet meer te koop, dus dan heb je iets wat niet meer te koop is. Van Max & More van de Action weer 3 nagellakjes. Ik heb nog meer AliExpress nep wimpers. Van Action weer 3 nagellakjes. Van Christian Faye heb ik hier nog zo'n oogpotlood, maar nou in het zwart. Dus dan heb je er al eentje in de bruin. En in het zwart. Ik heb hier van de Action nog een oogschaduwprimer. En nog een wenkbrauwgel, maar dan in het bruin. Nog meer nagellakjes in een beetje pastelkleurtjes. Ik heb hier van Technique Cosmetics deze roze highlighter. Heel apart, hij is heel heftig. Ik gebruik dit soort kleuren niet. Maar ook heel handig als oogschaduw bijvoorbeeld. En dan heb ik hier van W7 weer zo'n corrector poeder. Maar dan ja, gewoon echt als poeder, als een vaste poeder. Dus dan heb je nou in de losse versie en in de vaste versie. Ik was nog eventjes op zoek naar die van net. Maar die ligt hier onder deze hele grote make-up stapel. Dan heb ik hier nog een wenkbrauwgel van de Action Max & More. En van Technique heb ik hier een metallic gloss. Dus geen lipstick, maar dit is een gloss versie in deze mooie oranje kleur. En dan de laatste 2 producten. Deze is van Sleek Matte Me Metallic Lipstick. Een hele mooie bruine kleur, maar dan als metallic.
En als laatste de W7 eyeliner met een eyeliner stamp. Dit is zo'n stempel als een driehoekje. En dat maakt het dan iets makkelijker om een mooie wing te maken. Nou mensen, dit was dan alle make-up. Het is echt superveel. Ik ben er een beetje snel doorheen gegaan. Omdat het gewoon echt heel veel is, zoals ik al heb gezegd. Het zijn allemaal hele leuke producten. De meeste heb ik ook al gewoon hier liggen. En ja, sommige dingen heb ik nog niet gebruikt. Maar ja, dan is het voor jullie de eerste keer om het te gebruiken. Laat vooral ook aan ons weten wat je ervan vindt mocht je winnen. In principe mag heel Nederland en heel België meedoen. Dus allebei die landen doen gewoon mee. Je kunt gewoon winnen. Ik stuur het gewoon op. Dat maakt verder niet uit. En wat moet je doen om te winnen? Het zijn 3 hele makkelijke stappen. Nou, het eerste wat je moet doen is abonneren op mijn kanaal, natuurlijk. Het tweede is like deze video. En het derde is laat gewoon een leuke reactie achter onder deze video. Het maakt niet uit wat je zegt. Als je maar gewoon iets laat weten van jezelf. En dan kan ik uit alle reacties iemand uitkiezen die dit mega make-up pakket kan winnen. En ik heb er weer super veel zin in om iemand blij te maken. De vorige keer heb ik het make-up pakket persoonlijk naar de winnares gebracht. Dus misschien doe ik dat nou weer. Hangt er vanaf waar je woont. Maar in ieder geval, het komt zeker jouw kant op. Nou, dan wens ik jullie allemaal super veel succes. En tot de volgende video. Doeg!